Opnieuw een rood-wit-blauwe trui voor jullie ploeg. Is het de laatste? Nou ja, goed, Rabolift stopt ermee. Dus aan het tijdperk Rabobank als... Als sponsor van een, of in ieder geval toch als een hoofdsponsor van een wielerploeg, daar komt een eind aan. Dus in die zin leveren we inderdaad de laatste kampioen af. En dat, kijk, hopelijk gaat de ploeg natuurlijk wel door zoals die nu is. Of in ieder geval toch op een goed niveau. Want dat zou anders heel triest zijn voor het vrouwenwielrennen. Maar daar heb ik ook wel alle vertrouwen in. Alleen ja, het is natuurlijk mooi dat, ik denk dat we de laatste 4 jaar als ploeg de lat voor het vrouwenwielrennen hoog hebben gelegd. Je ziet dat dan de concurrentie omhoog gaat, dat de ontwikkeling ook van een boelsploeg die een wereldspeler is geworden, die ons op momenten ook heeft overvleugeld. En als je dan toch de boel weer naar jezelf toe kunt trekken op het moment supreme, dan is dat heel mooi. Je zegt dat je vertrouwen hebt in een goede afloop dat deze ploeg blijft bestaan. Wanneer denk je daar duidelijkheid over te kunnen scheppen? Nou ja, kijk, onze teammanager Erik van der Boom is daar met name heel erg druk mee. En het is aan hem om dat in goede banen te blijven leiden. En om daar mededeling over te doen, daar ga ik niet over. Daarvoor moet je bij hem zijn.